zien. We zijn hier vanavond op de verjaardag van Carré. 21 jaar Carré. Vorig jaar was het nog 20 jaar. Nu alweer een jaartje erbij. Ben jij ook een trouwe klant van Carré? Wel, ik heb Carré, ja, ik kende Carré wel al voor Miss België, maar uiteindelijk moet ik wel toegeven dat ik het heb goed leren kennen via Miss België. Dus heel vaak wordt er samengewerkt met Carré, bijvoorbeeld voor de Nationale Missendag, voor de persconferentie. Dus, en dat waren toen momenten dat ik eigenlijk voor de eerste maal naar Carré kwam. En ik moet zeggen, ik vind het echt, ja, ik vind het fantastisch. Het is ja, zoals je zegt, het is 21 jaar geworden. Ik zelf ben 20 geworden, dus uiteindelijk schelen we niet zoveel. Dus, en vorig jaar was ik ook aanwezig dan. Dus ik hoop dat ik nog heel veel jaren kan komen naar de verjaardag van Carré. Weet u, ben jij hier vanavond aanwezig? Ja, we zijn hier eigenlijk aanwezig met een hele bende. Dus heel veel mensen van Miss België zijn ook vertegenwoordigd. Dus natuurlijk Darlene en Guy. Dan heel veel kandidaatjes. Danielle de Davies er ook, de fotograaf die altijd, met wie dat we altijd samenwerken. En, ja, en voor de rest gewoon heel veel mensen en gezichten die je kent van op andere feestjes of op andere gelegenheden. Dus mensen genoeg. In Carré, de 21ste verjaardag. En Laura Bijen, Miss België 2012, is hier ook aanwezig. Dag Laura, welkom in Carré. Hallo. Wat doe jij hier vanavond? Ja, we zijn hier om mooie meisjes te recruteren voor Miss België 2013. Ja, nu al. En ik vond dat ook super tof. En heb je er al een paar gevonden vanavond? Ja, ja, er zijn heel mooie meisjes, ja. Natuurlijk, het is de 21ste verjaardag van Carré. Ben je al eerder in Carré geweest of is dit echt jouw eerste keer? Nee. Ik kom hier al heel lang, een stuk of 4, 5 jaar eigenlijk. Ik ben eigenlijk wel een goede klant van Carré. En wat maakt Carré voor jou zo speciaal? Maar ik denk de ambiance, ja, dat is ook super groot, dat is ook nog leuk. En ik zit hier van alles. Ik denk dat iedereen van het overal naar heeft komen. Dus ja, daarom vind ik het zo leuk. Oké, ik wens je nog heel veel succes met jouw misjaar. En natuurlijk ook met de missen die je vanavond misschien zult vinden voor de Miss België-wedstrijd 2013. Dank u.